Vandaag kunnen we elk ontbreekbaar blok hakken in Minecraft. Denk aan water, lava, maar zelfs lucht. En met die blokken kunnen we bizarre items maken. Zoals dit luchtzwaard of dit lava shield. Ik doe een duel tegen mijn vriendin. Wie als eerste het speciale item kan maken, mag die soort houden. En daarna doen we een duel tegen elkaar. Wie gaat dit duel winnen? Je ziet het vandaag. Dit is Bedrock. En normaal kan je dat niet minen. Maar vandaag wel. Probeer het maar eens. Wij gaan straks een battle doen. Waarom kunnen we dit ineens? Omdat wij super sterk zijn. Let's go. Ik heb er één. Hey, pakt die maar niet van mij. Ja, het wordt misschien een beetje competitief vandaag. Want we gaan straks een battle doen tegen elkaar. Degene die als eerste het onbreekbare item kan halen. Die mag hem hebben voor het gevecht. Vecht aan het einde. En ondertussen heb ik 3 bedrock. Ik ben er al wel achter gekomen. Je moet een lege hand hebben. Oh, je moet het met je hand hakken. Ja, je kan het niet doen als je al iets vast hebt. Oké, nou, het eerste item wat we hiervan kunnen maken is een pickaxe. En dat is niet zomaar een pickaxe. Net als alle andere items hebben ze speciale effecten. Kijk, we hebben nu een bedrock pickaxe. En dit item mogen wij allebei in het begin. Maar hierna komt er een ander element wat we moeten hakken. En degene die als eerste het item maakt, die mag het alleen hebben voor het gevecht. Nou, dat zal ik wel niet zijn. Wie weet. Oké. Crafting table, een pickaxe, hè? Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat doet. Een bedrock pickaxe. Ja, we gaan het zien. Huh? Misschien als we hier bij een bergje gaan staan en je doet shift rechtermuisknop. Shift rechtermuisknop. Wow! Gaan we eens beneden kijken. Vuilak. Oh, je krijgt ook gewoon de spullen. Ik heb kool. Maar bij deze is nu het gevecht echt begonnen. Het volgende item wat je moet maken zijn waterboots. Waterboots. Oké, dan gaan we zo snel mogelijk naar water toe. Waarom is dit zo hoog? Hier is water. Water. En hoe moet je dat dan pakken? Je moet het hakken door gewoon het te hakken, denk ik. Ik ben nu tegen water aan het hakken. Wie gaat als eerste het water hebben? En hierna komen er nog veel sterkere items die we ook moeten hakken. Sterker dan die bedrock pickaxe? Ik denk het. Nee, dat kan niet. Ik ben het water aan het slaan, maar er gebeurt helemaal niets. Oh! Ik heb een blok! Ik heb ook een blok water. Het beweegt ook echt. Hoeveel heb jij er al? Ik heb er nu 3. Nee joh. Kom op, maar ik heb geen crafting table. Oké, snel. Oh, ik heb wel hout voor een crafting table. Mag ik wat van jou lenen? Tuurlijk! Ik heb hem. Ik moet nog 1 water hakken. Ja, ik heb ze! Nee joh, hoe kom je aan die crafting table? Ja, ik had toch nog wat hout. Oh, verdaagd. Kijk eens. Nou, ik heb een goeie voor je. Het volgende wat we moeten maken... Ja? Nee, maar wacht. Wat kan ik met deze waterboot? Ja, je kan ze aantrekken. Oh. Wow, wat een fashion. Dames en heren, doe even een loopje, schatie. Doe een tof muziekje eronder. Oeh. Yeah, show die boots. Maar wat kan ik hier nu mee? Nou, deze boots, die zullen je helpen als je... Nee! Oké. Waarom heette het dan waterboot? Omdat je landt op water, omdat het onder je voeten zit. Oh, natuurlijk. Oh, pannenkoek. Oké, ik heb hier je pickaxe. Nou, wacht even, ik heb wel waterboots voor je. Jij had deze eerlijk gewonnen. Hier heb je bedrock... pickaxe. En hier heb je boots. Ik zou zeggen, ik heb ook geen eten. Laten we heel even 1 minuut wapenstilstand doen. Oké. Om wat eten te halen en even bij te komen. Precies. Ik vind het zo vet. En daarna gaan we het volgende item maken. Kan je die bedrock ook gewoon normaal gebruiken? Oh, kijk nou. Dat is snel. Ja. Wow, lekker. Dus als we gaan wow, dit is wel echt een cave, ja, en die kunnen we goed ontdekken met onze bedrock pickaxes. Ja, waar ben jij? Ik sta hier naast je. Ik maak even een furnace, zo. En dan kunnen we daar even lekker wat te eten in doen. En terwijl dit eten lekker aan het branden is, wil ik jullie een kleine sneak peek laten zien van merchandise die eraan komt. En misschien was het jou opgevallen, maar kijk eens even naar deze. Hey. Super vette nieuwe hoodie. Die komt er binnenkort aan. We laten het jullie weten.
En je ziet al, bam, Dodo op de mouw en ook op de borst. Hij is echt super vet geworden. Helemaal custom. Ook de achterkant van de capuchon ook. Met mijn geliefde creeper. Ja, dat patroontje, dat is jou wel bekend, volgens mij. Jammer genoeg wel. Maar die komt dus binnenkort in de webshop. En voor nu gaan wij door naar het volgende item. En dit is een heel belangrijk item, want je kan ermee aanvallen. Enige nadeel is, het wordt nu avond en we hebben geen zwaard. Maar dat is toevallig het volgende item. Oeh, want één van de twee mag hem houden. Eén van de twee mag hem maar houden. De ander mag wel een diamond sword maken, maar dat is niet zo sterk als dit zwaard. Oké. Ik ben er klaar voor. Weet je wat volgende item is? Ja. Lucht. Een luchtzwaard. We starten in 3, 2, 1. Ik weet niks. Ja, hak. Ja. Je moet hem ingedrukt houden. Hoe dan? Ik zit boven jouw hoofd te hakken. Oh, het werkt. Oh, wacht even. We moeten natuurlijk met je hand los. Even denken. Oh. Zwaard is 2. Oh jee. Ik heb er al 1. Oh, die ga je winnen. En nu maken. Oh, oh, dan gaat hij erin. Oh, ik heb hem. En ik heb een zwaard. Oh, gefeliciteerd. Wat kan je ermee? Zal ik laten zien? Komt-ie. Oh, maar je hebt die boots. Oh ja. Oh, wat een geluk. Oh, alles was het echt niet goed gegaan. Nee, maar dan moet jij nu wel een diamond sword zien te krijgen. Want hij heeft maar 6 attack, dus het is niet heel veel. Maar het idee is dat je valt en dat damage krijgt. Maar jij hebt de waterboots. Oh, nice. Wat ben je toch een bofkont. Oké. Echt. Wij gaan naar het volgende item. Of hier heb je wat steak. Ik eet deze wel. Oké, jij mag kiezen. Wil jij iets dat heel warm is? Of wil je iets dat niet van deze wereld is? Niet van deze. Ik ben even aan het nadenken wat voor cryptisch dat kan zijn. Ik ga voor wat niet van deze wereld is. Nou, dan heb je geluk, want we mogen de Nether gaan hakken. En dat bedoel ik letterlijk het Nether effect van de portal. Oh, soort van, ja, ik snap wat je bedoelt. Huh, maar wat gaat dat doen dan? Ja, dat ga je zien. Het gaat een heel vet effect zijn. Maar ik ga nu op zoek naar een Nether portal. Nee, trouwens, die moeten we maken. Weet je wat, ik ga hier naar beneden. Er moet hier beneden toch wel. Auw! Oh, ik krijg zoveel falling damage. Ja, dat heb ik niet meer. Oh, ik kan gewoon een cave inspringen, dat is waar. Ja, je hebt echt geluk. Je hebt echt een hele goede. Oké, ik ga hier naar beneden in het water. Oh, dit gaat helemaal fout. Kan ik je helpen? Wacht, ik kom hier. Oh, dit is gigantisch hier. Oh, maar er zijn zoveel mobs. We hadden eerst gear moeten maken. Ik kom hier redden. Oké, ik heb wel mijn air sword, dus die helpt heel erg. Oh ja, nice. Oh, vet. Oh, ik ben er. Hey. Jij kan ook gewoon op die stenen landen. Oh, ik heb diamonds. Die liggen gewoon hier ineens. Ja, die zijn in dat blok wat ik heb kapot gemaakt gewoon naar beneden gevallen. Dat is echt super goede tactiek. Dit is echt handig. Oké, hoe gaan we die Nether portal maken? Oeh, ik heb hier heel veel diamonds gevonden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What? Ik heb er 12. Je hebt er 12? Ja, dus ik kan nu een obsidian kan ik hakken. Oh, oké. Dat zet je een beetje op een voorsprong. Ik ben ondertussen wat aan het hakken voor iron, zodat ik straks goede gear heb tijdens ons gevecht. Oh, je bent je aan het voorbereiden. Ik ben mij een beetje aan het. Ja, ik heb het idee dat jij toch wel die portal zal fixen. Ik ben heel erg benieuwd dat bedrock pickaxe. Ja. Kunnen we daar niet ook obsidian mee hakken? Oh. Wie misschien weet. Hebben we wel helemaal niet een diamond pickaxe nodig. Huh, dat zou goed kunnen. Alleen, we moeten eerst nog de obsidian maken. Of vinden. Ik heb het hier. Oh, je hebt het al. Ik heb het hier. Nou ja, probeer het. Ik ga het gewoon uitproberen. Oh jee, dan gaat dit goed komen? Oh, dit ga je niet geloven. Wat is er? Ik heb de wereld gebroken. Moet je eens naar beneden kijken waar jij nu bent. Oké, okay, waar ben jij? Oh nee, je hebt gewoon tot de void gehakt? Schatting. Help. Maar waar is de obsidian? Weg. Oh, nee. Die is erin gevallen. Deze hele challenge loopt compleet uit de hand. Het gaat echt helemaal fout. Oké, dan doen we een nieuw blok. Een heet blok in de tussentijd. Dat is namelijk lava. Je kan lava hakken met je handen. Ik ga wat lava hakken ondertussen. Als dat werkt. Zal ik de obsidian alsnog proberen? Oh, nee. De lava is in één keer verbrand. Ja, ja. Sowieso. Nee, je moet de Nether portal maken. Ik heb hier obsidian gevonden. Dit is zo raar om gewoon lava te zitten hakken. Echt. Maar dat had ik ook bij het lucht.
Okay. Ah, het verbrandt telkens. Dat is echt heel irritant. Okay, ik heb er één. Hoeveel moet ik er hebben? Ja, veel, een stuk of 10. En dan hebben we ook natuurlijk flint en steel nodig. Ja, yep. Ik probeer deze lava. Oh, ik zit natuurlijk met iets in mijn handen. Vandaar. Ik dacht al, waarom werkt het niet? Okay, ik heb er bijna 5. Okay, ik heb nu genoeg hout. Dan moet ik wat iron in het midden doen. Maar die moet eerst in de furnace. Red je het met 9? Volgens mij wel. Dat zijn van die speedbuild dingen. Als je gewoon de hoekjes... Gewoon anders. Precies. Ik heb er nu 10. Nou, nah, dat moet goed komen. Dan ga ik nu op zoek naar jou. Waar ben jij? Ik ben iets hoger. Hoe zou je een shield maken van lava? Ah! Oh, dat was die van jou. Ik dacht dat het bij mij was. Ik schrok me helemaal de pleuris. Ik ook. Jeetje. Ik dacht echt dat het bij mij was. Zullen we een deal maken? Jij mag het nether effect. Ja. En ik mag het lava shield. Is dat een deal? Dat is een goede deal. Oké, dan gaan we dit even klaarmaken. En gaan we dan ze craften als we alle spullen hebben. Oké, ik heb het recept opgezoekt. En blijkbaar moet ik... Hey, pas op jij. Opgezocht? Ja, blijkbaar moet ik met de lava een vorm van een shield maken. En dan heb ik een lava shield. Een lava shield. En dan? Huh? Ik weet niet wat het doet. Maar we gaan erachter komen tijdens ons gevecht. Dan kan jij erachter komen wat het effect is. Jij mag namelijk nog nether hakken. Ja. Dus ja, je kan dit in de fik zetten. Maar inderdaad, je kan ook dat in de fik zetten. En nu kan je het hakken. Oh, ik moet dit hakken. En ondertussen hebben we ook nog gear gemaakt. Ik had alleen voor iron setje. Oh, ik kan nog iron boots doen. En Maisha had iets meer diamonds. Ja. Ja, ik had best... Oh, hij gaat ook meteen kapot. Maar nu heb je wel een stukje. En je mag in de battle straks erachter komen als je hem neerzet en erin loopt wat er dan gebeurt. Moet ik er meerdere hebben dan? Ik denk dat één wel genoeg is, toch? Span ik dan ineens in de nether? Wie weet, wie weet. We gaan het zien tijdens de battle, dames en heren. En dan is het nu tijd, dames en heren, voor de ultieme battle. Laat in de comments achter wie jij denkt dat er gaat winnen. Is het Maisha, de vrouw met een blauw hoedje, een blauwe chestplate en een blauw zwaard. En natuurlijk die prachtige fashionable schoenen waardoor ze geen damage krijgt. Of is het deze knappe vent met een lava shield, iron helmet, iron chestplate, diamond boots en een air sword. Waardoor Maisha heel ver wegvliegt. Alles is geoorloofd. Je pickaxe, je nether, je air sword, alles. Oké. Oh, voordat we vechten. We hebben net begonnen we tegen elkaar te vechten. Jullie hebben dat niet gezien, want Maisha plaatste het netherblok en de hele server crashte omdat het te sterk was. Dus we gaan nu weer tegen elkaar vechten. Oké. Want we begonnen toen net, dus er was nog geen winnaar of verliezer. Nee. Nu kunnen we het wel doen. Niet de netherblok neerzetten, want anders crash je de server. Ik ga hem hier uit mijn ding halen. Zo, nu moet het lukken, hopelijk. Oké, de rest van alle wapens zijn wel toegestaan. We starten in 3, in 2, nee. In 1. Let's go! Vlieg, jonge dame. Zo slecht in. Ik moet echt leren piepen. Oh, ik sta in de pik, ik sta in de pik. Let's go! Het lava shield werkt. Wat moet ik doen? Ah, oh, jeetje, ik schrik me. Oh, ik schrik me helemaal. Ben je naar beneden gevallen? Nee. Ha. Oh, jee, ik ga dood. Oh, kom nee, dit is niet goed. Oké, nu kan ik even bijkomen. Ja, dit is echt niet eerlijk. Even eten. Maar zeg, ik heb maar 2 blokken. Hier, kom omhoog. Oh, maar dit vind ik zielig, want je maakt echt geen kansen. Kom hier, jij. Oké, we gaan even fighten. Oh, ja, oh. Oh, jee. Oh, je doet al veel damage. Ik ben jou aan het jongleren. Ah, nee. Wacht even, heb ik nu niet... Ah. Oh, ik heb niet zoveel hartjes meer. Oh, dit gaat niet goed. Nee, oh. Kom maar op hartje. Kom hier. Oké, kom. Ah. Oh. Ik heb hier nog 3 hartjes. Nee. Ja. Goed gespeeld. Maisha heeft gewonnen als jullie gokten op Maisha. Gefeliciteerd. Wij zien jullie volgende keer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Doei. Ciao.